Dan nog iets anders. Onder onze stoepen ligt het vol met kabels, leidingen en buizen. Het is daar inmiddels zo druk dat er bij graafwerkzaamheden duizenden keren per jaar schade ontstaat. Ondanks het feit dat alles onder de grond netjes in kaart is gebracht. En dat frustreert netbeheerders. En bovendien levert het een kostenpost op van honderden miljoenen euro's per jaar. En we staan hier voor de gasleidingen. Nou, als dat misgaat, dan is er grote gasuitstroom. Nou, dat is gevaarlijk, het kan exploderen. Brandweer en politie moeten komen, dus het kost ook veel maatschappelijk geld. Ja. En de wijk zit zonder gas, dus dat is ook niet wat we willen voor onze klanten. Het is gevaarlijk, het kan exploderen. Dus dan zou je denken, daar wordt extreem voorzichtig mee omgesprongen. Maar zo is het niet. We zien nu met die 10.000 graafschades per jaar aan het energienet dat dat aantal gewoon veel en veel te hoog is. 10.000 graafschades per jaar, dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. En dan spreek ik alleen nog voor het energienet. Want ook de telecomsector, de watersector, die hebben natuurlijk last van precies datzelfde probleem. In de Nederlandse bodem is het vol. Onder uw voeten ligt 400.000 kilometer aan kabels en leidingen. Genoeg om 10 keer rond de aarde te gaan. Omdat het zo vol is, ontstaat er nog wel eens schade. 1 op de 3 schadegevallen aan het energienet wordt veroorzaakt door graafactiviteiten. Afgelopen jaar ontstond 10.000 keer schade aan het elektriciteits- en gasnet. Dat kost de netbeheerders jaarlijks 45 miljoen euro. De totale maatschappelijke kosten zijn nog veel hoger. Fabrieken die tijdelijk stil liggen, winkels die moeten sluiten. Kortom, het licht gaat uit. Alles bij elkaar kost de graafschades elk jaar 200 miljoen euro. Wie in Nederland in de grond wil graven, is verplicht om een zogenaamde klikmelding te doen. En klik staat voor Kabels en Leidingen Informatiecentrum. Bij klik is alles dat in de grond ligt geregistreerd. Wat je op dit tekeningetje ziet eigenlijk is de omgeving. En je ziet daar in dit geval de blauwe lijnen, dat zijn de gasleidingen. Dus op dit moment heb je gewoon een redelijk beeld van datgene wat er dus in de grond zit. Doen alle aannemers dat? Nee, dat gebeurt helaas niet in alle gevallen. En we hebben moeten vaststellen dat in 1 op de 3 gevallen, waar het gaat om graafschades aan het energienet, dat niet heeft plaatsgevonden. Minstens 3000 keer per jaar wordt dus een gasleiding of elektriciteitsleiding kapotgetrokken omdat de aannemer helemaal niet heeft gekeken of er toevallig iets in de grond lag. En ook als hij dat wel heeft gedaan, is er nog steeds geen garantie. En dat heeft mede te maken met het invliegen van mensen van buitenaf die mogelijkerwijs sowieso al wat problemen hebben in de Nederlandse taal over het algemeen. Dat merken wij gewoon. Daarbij komt toch ook dat die mensen dan vaak de technische inhoudelijke kennis niet hebben. En die worden dan min of meer gestuurd. En dan merk je gewoon in de werkelijkheid dat er dus te weinig naar die klikgegevens gekeken wordt. De Utrechtse netbeheerder Stedin maakt zich er zorgen over dat onderaannemers slecht gekwalificeerd personeel inzetten om potentieel gevaarlijk werk te doen. Personeel dat uit heel Europa kan komen. Soms met eigen mensen, maar het kunnen ook mensen bijvoorbeeld uit Oost-Europa zijn. Of het kunnen minder goed opgeleide mensen zijn. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Ik ken die voorbeelden, maar ik ken ook voorbeelden van prima Nederlands sprekende experts met veel opleiding en veel kennis en kunde die ook de kaart of niet gebruiken of verkeerd gebruiken. En de mannen van Stedin komen ook nog wel eens provisorische reparaties tegen van gasleidingen. Reparaties die eigenlijk levensgevaarlijk zijn. Er is een storing geweest, veroorzaakt door een aannemer die daar aan het werk geweest is. En die heeft dit stukje pijp in zijn bus gehad. Samen met deze koppelingen. Maar deze koppelingen en dit stukje buis worden niet in het gaswereldje gebruikt omdat die dus niet gecertificeerd zijn door het Kiwa Gastech Instituut. Heeft hij er gewoon zelf tussen gezet? En dat heeft hij er gewoon zelf tussen gezet om die storing te verhelpen. En was het toen ook prima verholpen of op is dat gevaarlijk? Op dat moment was het prima verholpen, maar de ellende met dit spul is eigenlijk dat het hartstikke gevaarlijk is. Want je gaat het voor je gevoel weer repareren. Alleen omdat dit spul niet geschikt is om gas tegen te houden, gaat het lekken. En dat doen aannemers omdat ze gewoon een beetje willen verdoezelen dat ze iets kapot hebben gemaakt? Daar komt het op neer, ja. De borstelmachine is een alternatief voor de traditionele minikranen die we veelal gebruiken. Minikranen zijn in Nederland voor 70% verantwoordelijk voor de gemaakte graafschades. Een borstelmachine heeft als kenmerk dat die het zand boven de borstels of in de grond wegborstelt. En daar waar hij een kabel tegenkomt, borstelt hij over de betreffende kabel of leiding heen.
waardoor het aantal graafschades significant zal gaan verminderen. Regenfiber legt elk jaar ongeveer 7000 kilometer glasvezelkabel aan. En dan gaat er wel eens wat mis. Om schades te beperken worden nieuwe technieken ontwikkeld, zoals de borstelmachine, maar ook de bodemradar, een apparaat dat in de bodem kan kijken en elke leiding tot op een centimeter nauwkeurig detecteert. Want het kliksysteem kan nog wel eens een flinke afwijking hebben. De kabel ligt bij de punt. Maar hij zou daar moeten liggen? Volgens de klikregistratie zou hij hier moeten liggen. Dan is een foutje gauw gemaakt. Daarom is het gebruik van de bodemradar ook essentieel in dit soort projecten. Ondanks alle innovaties blijft het aantal van 10.000 graafschades per jaar natuurlijk erg hoog. En volgens netbeheerder Stedin is er vooral winst te halen in het inzetten van gekwalificeerd, goed opgeleid personeel. Een aannemer krijgt een opdracht bijvoorbeeld om een kabel of een leiding aan te leggen. Heeft te weinig capaciteit van zichzelf en die huurt dan op dat moment een onderaannemer in. Dus dat is weer een kleiner bedrijfje wat dan in opdracht van de aannemer aan de gang gaat. En die kunnen geen kaart lezen? Er zijn er een aantal die daar wat moeite mee hebben. Laten we het zo maar stellen. Wij doen nooit concessies aan veiligheid. En ik heb ook het ei van Columbus nog niet uitgevonden. Als morgen mij iemand het ei van Columbus geeft en dat kost me 10 euro per aansluiting meer, dan heb ik dat er graag voor over. Wij als netbeheerders geven natuurlijk ook heel veel werk in opdracht. Nou, daar begint het al. Zorg dat je in die opdrachtverlening ook ruimte biedt om die richtlijnen op een goede manier na te leven. Kijk dus niet alleen maar naar de laagste prijs, maar zorg dat je daar gewoon op een goede manier mee omgaat, zodat die grondroeder ook op een goede manier het werk kan doen.